De pier die achter mij staat vol met NPC's. En twee van die NPC's zijn Torben en Santino. Yes, je gaat ons echt niet vinden. Ja, ik ben onherkenbaar geworden, man. Je gaat me niet vinden. Jawel, ik denk namelijk dat dit Santino is. Je hebt nog 5 kogels over, vriend. Oh, dat meen je niet. In totaal heb ik namelijk maar 6 kogels. Oftewel, nu nog maar 5. En met die 5 kogels moet ik dus Santino en Torben killen. Oké, okay, jongens. Ik kan dus niet in de blindelings gaan schieten. Dat maakt het wel een stukje moeilijker. kan je het trouwens zelf dikker maken? Als NPC in GTA. Volgens mij niet, hè? Als dat kon, dan had ik dat gedaan. Hier zit iemand al lang te rennen. Okay. Ja, dat kon omdat jij schoot. Ja, weet ik. Oké. Okay. Jullie zijn denk ik niet zo bang voor schoten. Dus ik denk dat jullie niet weg zouden rennen. Nou, ik ben anders aardig bang, hoor. Ja, snap ik. Er zit sowieso iemand in de achtbaan. Dit maakt het zoveel moeilijker omdat ik niet in een blindelings kan schieten. Yes. Ik moet naar jullie gezichten kijken. Hoeveel kogels had je nou? Ik had er in totaal 6, maar ik heb er dus al 1 geschoten, dus ik heb nog maar 5 kogels over. Oh mijn god. Wie zie ik hier langs mij lopen? Heb je iemand? Kijken. Ik weet het niet, maar dit lijkt op een NPC. Maar ook weer niet. Ik heb het idee dat dit één van jullie is. Maar ik weet het niet zeker. Hoezo? Ik ga mijn kogels nog even sparen. Ik zou gewoon iedereen neermaaien. Maar ja, dat kan niet, want je hebt maar 5 kogels. Ja, dat maakt het dus moeilijk. Normaal zou ik dus iedereen allemaal neerschieten. Maar dat kan dus nu helemaal niet. Nee, inderdaad. Oké, eens even kijken. Ik zie hier weer wat mensen lopen. En sowieso is het... Nee, maar deze mensen die hebben allemaal een hele dikke buik. Dat kan volgens mij helemaal niet. Met een dikke buik? Ja, is dit Torben? Hallo Torben. Ik loop hem omver. Sorry. Oh, hij wil met me vechten. Oh. Rennen. Ja, maar jij gaat meteen weer gewoon... Haal me in dan. Ja. Maar hij gaat meteen weer vechten met iedereen. Nee, ik vecht niet. Jawel. Met wie vecht je dan? Dan loopt er iemand met een rode pet. Nee, waar lopen hier alleen maar mensen met hele dikke buiken? Hey, maar echt alleen ik maar. Ik zie het, ouwe. Ik zie het. Oh, jij ziet het? Ja, ik zie ook allemaal dikke beukjes. Hallo, Santino. Ja? Ben jij misschien hotdogs aan het verkopen? Ja, maar ik hou zoveel van hotdogs. Hallo, Jesse. Mag ik een hotdog van jou, meneer? Alsjeblieft, wil je nog een hotdog? Ja, ik kan dus geen hotdog bij hem kopen. Ik kan niet op een pijltje klikken om iets te kopen. Dus ik heb het idee dat dit één van jullie is. Bam! Hoe kan dat nou weer? Je kan toch wel een hotdog kopen? Ik denk dat dit één van jullie is. Hoppa. Oké, weer een kogel geschoten. Oh nee, paniek! Was dat één van jullie of niet? Nee, hè? Paniek! Ik zeg paniek. Helemaal niks. Jawel, als ik jullie heb gekillt, moet u dit wel zeggen. Ik zeg jullie heel eerlijk, de NPC's blijven wel heel rustig. Mensen rennen! Oh nee! Oké, dan ben jij wel in de buurt. Hey, ik ga even Lester bellen, want ik heb de politie achter me aan. Daar heb ik niet heel veel zin in. Oh nee! Dat is toch ook echt zo'n boefje? Ja, nu heb ik nog maar 4 schoten over. Oh, heb ik niet geschoten, maar nog maar 4 kills over. Dit kan jij. Ja, dit kan ik. Ik ga op zoek naar die ene met die joggingsbroek. Ik heb het idee dat dat een van jullie is. Waar was hij? Ik zie hem hier rennen. Dit is Santino, denk ik. Maar ik weet het niet zeker. Ik ga eerst gewoon even elke NPC ga ik af. Nee, trouwens... Ga je alle NPC's af? Nou, maar ik haal deze NPC echt makkelijk in. Het komen er steeds meer, hè? Het worden er steeds meer. Ja, ik weet het. Het is op dit moment... Is het hoe laat? Het is 9:30. Dus de zon begint door te komen. Mensen gaan nu lekker naar de pier. Lekker even ontbijten, hè? Zal ik ook even ontbijten bij de hokkelkraam? Ga jij... Hey, kom, we gaan ontbijten samen, Torben. Ik zie hier iemand ontbijten. Hallo, meneer. Hij heeft een staartje. Nee, maar hij heeft ook weer een dikke buik. Het is sowieso niet iemand met een dikke buik. Maar waarom ben je nou weer zo... Maar als ik mezelf nou gewoon helemaal vol vreet... Ja, dan kan je wel een dikke buik krijgen, ja. Dus even kijken. Doen we dat, hoor. Oh, ik zag hier iemand rennen in een oranje shirt. En waarom zijn die mensen aan het rennen? Dit vind ik verdacht. Jullie zijn dat allemaal... Dat weet ik niet. Oh, over hotdogs gesproken. Oh nee, dit is een hamburgerkraam. Ik ga dat is ook lekker. Dat wil ik ook hebben. Oké, ik ga op zoek naar diegene met die grijze joggingsbroek. Hij is 100% een van jullie. Dat kan niet anders. Waarom? Waarom denk je dat? Of is dit een van jullie? Heeft een van jullie het haar eraf geschoren en heeft een Hawaii-shirtje aangedaan? Hij is wel de vibe van vandaag, hè? Hij is wel de vibe. Het is een vibe. Volgens mij kan je dus niet bellen als normale NPC zijnde. Of als normale persoon. Echt wel, met Lester. Oh ja! Kan gewoon bellen. Kan wel. Wow! Waarom staat hier een menselijk stambeeld? Dat heb ik echt nog niet gezien. Oké, jij hebt me gesnapt. Nee, dat ben je aan niet. Mij.
doe daarmee. Ik heb hier een groene kwad gevonden. Waarom heb ik het idee dat deze van Santino was? Een groene kwad? Ja. Maar die heb ik ook gezien. Daar ben ik langsgelopen, yes. Ben je er langsgelopen? Zeker. Nee, deze persoon is het ook niet. Ik zit gewoon hier best wel lekker te chillen of zo. Jij bent aan het chillen. Ben je weer dingen aan het verkopen? Oh, hier is iemand aan het chillen. Hallo meneer, ben jij aan het chillen? Nee, dat is weer iemand met een dikke beuk. Dat kan niet. Oh, dikke vette beuk. Oh, hij is wel veel aan het eten, ouwe. Hier is weer iemand aan het chillen. Jij, ben je bij de hoddelkraam of zo? Oh, die kwad vind ik vervelend. Ja, soort van, denk ik. Ik ben bij een soort van tent of zo. Bij een tent? Oh, ik ben hier bij tenten. Bij een tent, jongen. Ik ben hier bij tenten. Wacht, ik ben hier bij tenten. Hier zitten mensen in de tent. Oké, dat zijn jullie sowieso niet. Tenten, tentoonstelling. Ik weet het echt niet. Hier loopt iemand met eten in zijn hand. Dat zou kunnen. Oh, lekker. Oh, damn. Maar je kan helemaal niet eten. Althans, ik weet niet hoe je zo moet eten, dus... Nee, ja, ik ook niet. Ik weet eerlijk gezegd, ik weet echt niet. Het is wel jammer dat je hier geen eten kan kopen, inderdaad. Ben jij wel, want jij bent dat. Je hebt het zojuist verklapt. Wat ben ik? Je hebt zojuist verklapt dat jij die man met de hamburger bent. Met de hamburger. Hey! 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 Ja. Hey! Hoppa! Hey! Hoppa! Nee! Heb ik je? What? Nee. Nee. Heb ik je niet? Nee, zeker niet. Oh mijn god. Ja! Hey! Ja! Hey! Oh, je hebt hem! Ja, je hebt let's hem. Go! Santino is gekild. Hoe dan? Oh, dit is echt perfect. Wauw. Wauw. En nu? Nu ben ik er alleen nog. Eén probleempje. Ik heb nog maar één kogel over en ik moet Tormund killen om te winnen. Uh-oh. Oh, dat wordt spannend. Oh, dat is inderdaad spannend. Nou, ik leef nog happy en gelukkig. Dus laten we dat zo houden. Oh, die ik denk dat Tormund het niet gaat redden. Die laatste kill moet ik echt goed benutten. Ik moet Tormund vinden. Santino, weet jij hoe Tormund eruit ziet of niet? Ja, maar ik ga niet zeggen. Nou, ik had gewoon dat je niet wist. Dan kon je helpen. Ik ga je wel helpen vanaf de lucht. Vanaf de lucht? Oh, vanuit de lucht, ja. Ja, ik snap dat vanuit de hemel. Ik heb zomaar eens het gevoel dat het een beetje warm onder mijn voetjes aan het worden is, Een beetje warm onder jouw voetjes? Ja. Hallo, jongens! Zit jij op het hete strand of zo? Ik zie daar... Ik maak een reportage. Zie je nou een helikopter? Een helikopter? Santino, wat ben je aan het doen? Ik maak een reportage. Het wordt warm onder zijn voeten. Dan denk ik dat hij op het strand staat, maar... Het was de bedoeling dat je op de pier stond, Tormund. Valspeler. Oh, foutje. Sorry, bedankt. Stond je echt op het strand? Weet ik niet. Hier is nieuw 7 met het lokale rapport. Hij is niet op het strand. Ik herhaal, niet op het strand. Oh, Santino, je geeft me nog meer druk. Okay, misschien hier beneden. Hallo. Hallo. Nee, er staat hier alleen een jonge dame. Ik denk niet dat Tormund die jonge dame is. Hé, jonge dame. Ik kan hem vanaf hier wel zien. Kan je hem zien? Ik kan hem vanaf hier wel zien. Maar dat is logisch vanuit de lucht. Dit is hem. Dit is hem. Oh nee. Ik ga kijken wie jij bedoelt. Nee, dat is hem niet. Ik dacht echt dat het hem was, maar het is hem niet. Ik vond hem namelijk heel verdacht lopen. Ja, is ook heel verdacht altijd samen. Hoe zag Tormund zijn poppetje er ook weer uit, Santino? Weet jij dat? Hij had een oranje hoodie. Ja, nee, ik had een staart, scar, toch? Een scar, volgens mij. Een scar? Ja, in mijn gezicht ergens. Een litteken. Ja, litteken, ja, kwam een litteken. Woord. En hij kwam niet op een Nederlandse woord, hoor. Oh. Het is ongelooflijk, deze jongen. Ik kan hem vanaf hier echt heel makkelijk zien. Jij kan hem makkelijk zien. Oh, jij vloog precies hierboven. Nee, want het is hier zo. Kijk, hallo, ik vloog hier meneer, namelijk ook. Ben jij misschien Torben? Ben jij V. Torben? Nee. Weet Tommy. Of is dit wel? Waarom is Tormund aan het lachen? Is dit Tormund? Hallo meneer! Hallo meneer! Hallo! Oh nee. Waarom heb ik het idee dat Tormund hier in de buurt is? Hallo meneer! Ben jij misschien Tormund? Ik weet niet of jij Tormund bent. Ik snap echt niet wat Jesse aan het doen is, ouwe. Hij zit helemaal verkeerd. Ja! Nee! Let's go! Nee! Dit was de video. Klik even hier de film, andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ga weg in 3, 2, 1.